Dit is onze wijk TV vanavond bij de Iftar in de Heistraat. Naast mij staat een ondernemer uit de Heistraat, tevens een bestuurslid van Hey Heistraat. Stel je even voor, wie ben je? Mijn naam is Hamid El Bouali. Ik ben bestuurlid van de Heistraat, Hey Heistraat. Ik heb zelf een zaak hier, een ondernemerszaak hier in de Heistraat. Wat voor zaak? Het heet een lunchroom, koffie lunchroom, kapspartel heet het. Zit in de Heistraat. Ik ben al 2 jaar open, maar deze is het tweede jaar, dus. En dus het tweede jaar dat we de Iftar ook maken. Dus, en voor de rest, ja, je ziet zelf hoe het is verlopen. Het is hartstikke goed verlopen. En ja, na helaas vorig jaar met regen, klopt, hagel en klopt. Hebben we nu dit jaar echt een topdag. Absoluut, maar vorig jaar was ook een topdag geweest. Bijvoorbeeld ook topdag geweest. Vorig jaar, alleen wat jij net zei, die regen en de hagel natuurlijk. Maar toch is het nog goed gekomen met 130 mensen. En de opkomst van dit jaar? Is ook goed gegaan, absoluut. Ik denk dat die meer is dan vorig jaar. Ik denk vanwege misschien de temperatuur. Het is ook wat uitgebreider dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we eigenlijk alleen maar tenten. Maar het is nou echt uitgebreid vanwege natuurlijk het zomer natuurlijk. En ik vind dat het goed afgelopen is, vind ik wel. En mag ik jij zeggen? Ja, tuurlijk. Jij als niet-Nederlander, ja? Kun jij nou eens uitleggen wat nou precies een iftar is? Nou, iftar is eigenlijk een onderbreking dat je vaste onderbreekt. Van, je hebt dan, omdat we nou deze tijd met zomertijd is, vasten we 19 uur per dag. Dus we hebben nog maar eigenlijk 5 uurtjes om te eten en te drinken. En iftar is eigenlijk specifiek eigenlijk een onderbreking van de Ramadan. Van zeg maar, de vaste dat je de hele dag is eigenlijk een onderbreking, dat noemen ze de iftar. En iftar is eigenlijk van letterlijk van voor het eten, dat je gaat eten. En meer is het eigenlijk niet, dat is eigenlijk de hele iftar. Want ik kan me eigen voorstellen, ik als Nederlander zijnde, ik zou zeggen iftar is de afsluiting van de Ramadan, maar dat is dus het suikerfeest. Ja, nee, dat is het suiker. Het afsluiten van Ramadan is het suikerfeest. Dat is het suiker. Dus als het goed is het aanstaande zondag. Aanstaande zondag. Ja. En dat heeft te maken met de stand van de maan? De stand van de maan, klopt. Alleen de stand van de maan? Alleen de stand van de maan. Alleen sommigen hebben dan een kalender al vastgemaakt. Bijvoorbeeld de Turkse mensen die hebben de kalender gemaakt. Die houden het op 29 à 30 dagen. Maar normaal officieel is het via de stand van de maan. Zo gaat het eigenlijk in principe. En jij hebt een zaak hier in de Heistraat. Ja. Hoe loopt die zaak? Heeft u ook Nederlandse mensen? Absoluut. Ja, ik ben hier al bijna 43 jaar, dus ik heb heel veel Nederlandse vrienden om mij heen. Dus ja. Ik ben best wel bekend hier in de Heistraat en ik heb Nederlandse vrienden, Marokkaanse vrienden komen bij mij, Antilliaanse vrienden, ja, eigenlijk gemixt. Het mooie ideale voorbeeld van re-integratie. Absoluut, en van multicultureel. Multicultureel, maar daar is de Heistraat ook de ideale locatie absoluut, voor. Absoluut. En wat bent u misschien? Een lunchroom? Ik heb een koffie-lunchroom. Dus bij mij, ik heb bij mij lunchen, koffie en thee drinken en ik heb nog achter een hele grote rookruimte waar veel mensen natuurlijk ook gebruik van maken. Mensen roken nog af en toe sigaretten, dus de rookruimte is ideaal daarvoor. Dus het is een pand van 170 vierkante meter, dus ik heb genoeg wat betreft op koffie en lunch. En nou, het tweede jaar gaat, het eerste jaar was een beetje moeilijk aantrekken, omdat vanwege de Heistraat, het is nog een beetje aanwennen. Maar deze jaar gaat het goed. Dus. En de iftar, het is dit jaar een succes. Super. Gaan we op naar het derde jaar? Absoluut. Dus wij kunnen hem al in onze agenda zetten voor volgend jaar? Absoluut, die kan je zeker op je agenda opzetten, absoluut. Nou, dan kijken wij er heel erg naar uit. Nogmaals, hartstikke bedankt voor de organisatie. Het eten was super. Ik ben heel erg blij dat ik als Nederlander zijnde heb kunnen mogen ruiken, proeven van de Marokkaanse en de Turkse cultuur. Het eten was heel goed verzorgd. Nogmaals, bedankt. Geen dank. En op naar volgend jaar, zou ik zeggen. Goed, dankjewel. Dankjewel voor jouw tijd. Dankjewel.